Met een enthousiaste sprong opende Klaas Knot, president van de Nederlandse Bank, de permanente expositie over zijn illustere voorganger Wim Duisenberg. Net als voor Knot vormde ook voor Duisenberg de Rijksuniversiteit Groningen de basis voor zijn carrière. Bij de Nederlandse Bank kwamen beide rugalumni elkaar regelmatig tegen. Jazeker, toen ik naar de Nederlandse Bank kwam in 1995 was hij president. En toen ik naar het IMF ging in 1998 werkte ik daar op de eurozone. En als we dan op missie gingen naar de ECB, dan kwam ik Wim Duisenberg weer tegen als president van de ECB. Om een nieuwe lichting studenten te inspireren nam Knot, tegenwoordig ook honorair hoogleraar Economics of Central Banking, deel aan het leadership panel van studievereniging EBF. Knot beantwoordde vragen van studenten over de crisis, maar ook gaf hij tips over carrièreplanning. Zelf blijkt hij zich zeer bewust van het belang van zijn studie economie. Nou, ik denk dat je gewoon kunt zeggen dat ik zonder die studie nooit op die posities was terechtgekomen waar ik nu terecht ben gekomen. Ik ben nog elke dag met economie bezig. Ik doe nog elke dag een beroep op de kennis die ik toen heb vergaard. Omdat ik in mijn werk nog steeds heel erg met macro-economie, met economisch beleidsadvies enzovoort bezig ben. En juist die combinatie van economische theorie en de vertaling naar het beleid, dat is waarin Groningen altijd een hele sterke naam heeft gehad. Niet alleen studenten doen examens. Ook universiteiten moeten er soms aan geloven. Zo zal de Rijksuniversiteit Groningen in het voorjaar van 2013 de instellingstoets doen. Met deze toets controleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of een universiteit de kwaliteit en de kwaliteitszorg van het onderwijs op orde heeft. Net als een gemotiveerde en goed voorbereide student ziet ook de rug het toetsmoment vol vertrouwen tegemoet. Nou, ik verwacht dat de Rijksuniversiteit goed zal scoren hierop. Wij hebben goede programma's, dat weten we. We hebben goede docenten, dat weten we ook. Maar waar het om gaat is dat we laten zien dat we ook in control zijn. Kortom, dat we weten dat we de goede dingen goed doen. En waar het dan vooral ook om gaat is dat als de dingen niet goed gaan, dat de coördinatoren van dat onderwijs het weten, dat het faculteitsbestuur het weet en dat wij het ook weten. En dat we er dan dus ook meteen iets aan kunnen doen. Onlangs vond de installatie plaats van 14 nieuwe Rosalind Franklin Fellows. Getalenteerde internationale vrouwelijke onderzoekers met verrijkende ambities in de wetenschap. Twee van hen komen in Unifocus aan het woord. Wilt u meer weten? Maak kennis met alle 14 via onderstaande films. In my Rosalind Franklin project, I study how aging affects the functioning of our genes. In particular, I'm interested in functioning of immune-related cells and in predisposition to immune-mediated diseases. My aim is to find out why people develop autoimmunity with aging, how is it related with our genes, and how can we develop the prognostic and diagnostic markers for these diseases. My name is Sasha Zhevnakova. I'm a Rosalind Franklin Fellow in Genetics Department in Groningen. I care about colonial America because it allows us to study events such as large-scale immigration and cultural conflict that occur all over the world. Colonial America is a breeding ground for different ideas about colonialism, as well as originating a very important literary tradition. The initial meetings of Indians and settlers remain absolutely fascinating to me. I am Joanna van der Woude, and I'm a Rosalind Franklin Fellow and Assistant Professor in American Studies.